Deze keer ben ik op bezoek bij Juliette Boog. En Juliette die heeft een heel bijzonder beroep. Want Juliette is antropoloog. En die gaat er wat meer over vertellen, want ik ben heel nieuwsgierig wat dat precies inhoudt. Leuk dat ik mag komen bij jou. Welkom. Dankjewel. Antropoloog. Ja, antropoloog, dat heel veel mensen die verwarren dat met archeoloog. Ja. Dat is de graaf in de grond en oude boetjes eruit halen en zo. Daar ben ik dus niet. Antropoloog is bezig met het bestuderen van het gedrag van de mensen. Maar vooral de cultuur van de verschillende groepen mensen. Dus aangeleerd cultuur is aangeleerd gedrag. Van waarom doen mensen zoals ze doen? En ze doen de dingen op een andere manier. Dus ik ga naar verschillende groepen, culturen en probeer te achterhalen hoe dat daar in elkaar zit. Juliette, dan zie ik hier ook een hele verzameling van schoentjes staan. Oh ja. Hoe kom je daarbij bij die schoentjes? Heb je die overal verzameld? Of? In alle landen waar ik ben geweest, dat zijn er toch heel wat, heb ik kinderschoentjes gekocht en gekregen. Ik heb in Nepal gewoond en dan had ik ze op mijn trap staan en dan vond mijn Nepalese schoonmaakster en dame die kookte en zo. Dat was voor hun een eye-opener dat er zoveel andere landen waren. En dat was dus via die schoentjes kon je een heel verhaal vertellen. Want ja. Kende je een atlas natuurlijk. Nee. En die hadden die schoentjes, dat was. Ja, maar leuk. Ja, daar heb ik. Ik had er heel veel. Ja. Goh. Ik heb er nog meer. Heel leuk, ja, altijd kindjes. Ja. Je hebt eerst iets anders gedaan. Ja, ik heb een jaar of 8 heb ik in het onderwijs gezeten. VWO, MAVO, LHNO en nog wat andere takken van sport. En toen ik les gaf op de LHNO, gaf ik seksuele voorlichting. Dat is eigenlijk de huishoudschool? Ja, is eigenlijk dat is gewoon de huishoudschool. Okay. Werd van 2 naar 4 jaar, kreeg ook een andere naam. En in die groepen had ik meer buitenlandse kinderen toen al, want ik praat echt over de jaren, eind jaren 70, 80. Zaten er toen al zoveel buitenlanders? Ja, ik had. Dan waren het eigenlijk de eerste gastarbeiders dan? Precies. He, kinderen van de eerste gastarbeiders. Ik had in feite meer Marokkaanse, Surinaamse en Turkse kinderen in de klas dan Amsterdamse kinderen. Goh, ja. En ik weet dat ik verantwoordelijk was voor seksuele voorlichting. Dat werd toen ook. Dat begon net, hè. Dat was heel bijzonder dat je dat op een school mocht geven in die tijd. En toen voelde ik al een beetje van, kan ik wel hetzelfde verhaal vertellen voor al die verschillende groepen kinderen? Daar was ik me zo bewust. Waarom? Ja. Of het een, weet je bedoelt niet. Tussen een Nederlands kind of. Ja. Ja. Want ik begon natuurlijk met, ja, een beetje, wij zijn als Nederlanders direct, open, we noemen de dingen bij naam. Maar die Turkse kinderen en die Marokkaanse kinderen, die werden onrustig en ik voelde me ook niet happy. Intuïtief voelde ik doe hier iets niet goed. Ja, het klopte niet. Ja. En op mijn opleiding wordt over cultuur niets verteld. Nu nog niet op heel veel verpleegsopleidingen, niet heel veel opleidingen heb je niets over cultuur. Dat is toch jammer, hè, in deze tijd, hè? Ja, dat zou een verplicht vak moeten worden. Eigenlijk vind ik nog steeds lagere school al een beetje. Hè? Ja. Want cultuur is aangeleerd gedrag. En als je in een andere groep of een ander land bent opgevoed, dan leer je een ander gedrag. Ja. En dat is in alles, in de manier waarop je elkaar begroet. Hoe je elkaar respecteert, wat verwacht je van een man, wat verwacht je van een vrouw, hoe doen we hier? Dus alle rituelen, alle. Ja. Hè, dus dat is. Ja, dat gaat heel diep. Heel diep. Het is kennelijk de moeite waard dat ouders dat doorgeven aan hun kinderen. Dus ouders in een ander land geven andere dingen door aan hun kinderen. Ja. En die reageren dus zo. Maar fijn, op die school merkte ik gewoon, nou, ik weet niet, dat moet ik anders doen. En dat is eigenlijk het begin van mijn interesse geworden en gebleven voor verschillende culturen. Daar ben ik toen niet mee doorgegaan. Ik heb gewoon weer vrolijk lesgegeven.
En persoonlijke omstandigheden in mijn leven ben ik een tijd uit Nederland weggegaan. En voor het eerst naar Tanzania. Voor het eerst ging ik naar Afrika. Daar ben ik een tijd geweest. Heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Ik was erg verbaasd over het kleurrijke, de flexibiliteit van de mensen, de armoede, maar hoe ze daar mee om konden gaan. Het verzamelen van dingen die wij weggooien, plastic flessen, je kon niets buiten laten staan. Dat werd gebruikt om daar de olie in te verzamelen. Dus ik heb een heleboel geleerd daar ook en gezien hoe mensen om kunnen gaan met de meest moeilijke omstandigheden. He, er was cholera en als er cholera is in een land, dan mogen de mensen niet reizen. Dat betekent, je kunt niet met je groenten en je fruit van A naar B, want de markten werken niet. Nou, niks aan de hand, show. Die mensen gaan gewoon op het eerste beste plekje waar ze kunnen zitten, gaan ze zitten. En dan is daar de markt. En dat heb ik altijd zo gewaardeerd, dat in de meest moeilijke omstandigheden, dat ze daar, ze kunnen daarmee omgaan en hop, we doen nu hier de markt. Nou, doen we hier de markt. En dat is ook goed. Dat is ook goed. En hop, lachen en ze rollen hun mat uit en het is geweldig. Ja. Daar heb ik veel van geleerd. Ik ben teruggegaan naar Nederland. Ik heb toen weer even in het onderwijs gezeten. En toen heb ik besloten om antropologie te gaan studeren. Want dat is toch een behoorlijke opleiding. Eens. Ja, dat is een opleiding van 4-5 jaar. Zo. En ik heb gekozen voor medische antropologie. En ik heb gekozen voor symbolische antropologie. In feite want zijn er verschillende richtingen dus? Ja, je hebt eerst een basisstuk. Hè, dan leer je gewoon de basisdingen van antropologie. Heel veel statistiek komt erbij, een manier van onderzoek. En daarna kun je specialiseren. Heb je de vrouwenstudies. Hè, dan leer je de antropologie van vrouwen. Je leert antropologie van de stad. Antropologie van klederdrachten, je hebt de antropologie van de kunstuitingen. Okay. En ik heb medische antropologie gedaan en een symbolische. Ik vind die combinatie nog steeds heel erg leuk. Waarom? Medische antropologie gaat over de beleving van gezond zijn, van ziekte, de verklaringen van ziekte, het geloof in hoe je beter kunt worden, enzovoorts. Dus een hele riedel van het ziek zijn en het gezond zijn of gezond worden. Hoe interpreteren mensen dat in verschillende culturen? Wij zijn in het Westen opgevoed met westers medische modellen. Ja. Je wordt ziek omdat er een bacterie is of een virus en dan gebeurt er dat. Ja. Maar die mensen hebben compleet andere verklaringsmodellen. Dus die zeggen bijvoorbeeld, het feit dat ik in een koud klimaat leef, of het feit dat mijn buren jaloers op mij zijn, daarom ben ik ziek geworden. Dus die verklaringsmodellen zijn heel anders. En dat is eigenlijk een beetje net zoals, hoe noem je dat, de zwarte magie. Als ze zeggen van, mijn buren zijn dus jaloers op mij. Ja. Die gooien pijltjes naar mij, gifpijltjes uit jaloezie, zo moet je het zien. Daar word ik ziek van. Ja, leuk verhaal, dat kwam eigenlijk Amsterdam. Ik heb een tijd in Amsterdam gewoond. En dan had je een woningbouwvereniging in de, hoe heet dat, die grote flat daar? Pijp, de... Nee, niet de Pijp. Bijlmer. Ja, de Bijlmer. Hoe kan ik het vergeten? Ja. En daar was, Surinamers wilden daar graag wonen. Maar ze wilden nooit in een flat kruipen waar andere Surinamers uitgekropen waren. Daar vonden ze niks. Nee, maar je zocht toch woonruimte? Ja, maar daar wilden ze niet in. Wel waar Nederlanders hadden gewoond. Niemand begreep het. Kreeg het ook niet goed uitgelegd. Wat bleek achteraf, heeft een antropoloog deed onderzoek. De Surinamers, die wassen zich ritueel. Dus die doen allerlei olie en die wassen zich. En die geloven sterk dat zij dus hun kwade geest en alles wat lelijk is en dirty is, dat in dat putje, doucheputje zit. Dus die Surinamers, nieuwe, die daar in die flatten, die dachten er niet aan om daar in dat huis te gaan wonen. Pas als men het ritueel gereinigd had, dus met dezelfde rituelen die douche weer had schoongemaakt, alle boze geesten, alles, de windgeesten, alles wat vertrokken, dan kropen ze erin. Dus met een hele kleine ingreep kon je dus een groot probleem oplossen. Ja. Want het werd steeds groter. De mensen
Dus het is eigenlijk een heel leuk voorbeeld waarin het dus ook een praktische toepassing heeft en iets op kan lossen. Ja. Met een heel kleine dingen. Ja. Werk wat ik heb gedaan is dat ze met traditionele vroedvrouwen, die dus de bevallingen begeleiden, ze zullen nooit de verbinding leggen tussen het feit dat de vrouwen niet, de traditionele vroedvrouwen zijn minder hygiënisch. He, dus die wassen hun handen niet, dus die verspreiden ziekte. Maar zij leggen dat verband niet, want zij geloven heilig in die vroedvrouw. En het ligt niet aan die behandelingswijze van die vroedvrouw, het is de jaloezie van de buren, want jij hebt een zoon gekregen en daarom is jouw kind ziek. Of word jij ziek, of je man wordt ziek. De oorzaak van de ziekte, het gezond blijven, hoe ga je daarmee om, waar geloof je in om dat weer te genezen en zo. Dat is een compleet ander traject dan zoals wij in het Westen denken. Ja, ik kan me voorstellen, helemaal anders. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zo... Wie zegt ook dat ze geen gelijk hebben, hè? Ja, dat is... Want dan lijkt me ook, heb je dan niet door jouw al die jaren ervaring nooit gedacht, het is toch wel frappant. Want ik denk ook wel, als jij in een omgeving zit met mensen die afgunstig zijn op jou, die negatief zijn, dat je daar, als ik er dan niet voor oppas, dat je er ziek van wordt. Ja, dat is dus een... Die de energie. De energie, de invloed, dat je je mis voelt. He, psychisch mis, daar kun je ook al een beetje ziek van worden. Jaloezie is een heel belangrijk iets. Als je in Egypte bijvoorbeeld tegen de vrouwen zegt, oh, heb jij een mooie ring aan? Ze geven hem af. Want ze willen vermijden dat je iemand jaloers is. Dat betekent dus ook dat ik mijn gedrag zou moeten veranderen. Want ik moet vooral geen jaloezie opwekken, want dan krijg ik die dingetjes. Dus dan moet het dus heel alert zijn. Ja, en het is natuurlijk, als je zo denkt, ook een hele grote rem om je te ontplooien. En om je te laten zien en spontaan te zijn. Ja. Want dan zeggen anderen, moet je haar zien. Ja. Dus je bent altijd maar... Ja. We dragen maar een sluier, zodat we niet gezien worden. Of de kinderen, die dan zeggen, oeh, we zijn hier de jong toch vuil. Maar kinderen die zwart zijn en vuil... Die wekken niet de jaloezie op van de buren. Ja, ik had dus dat zo ver. Evil eye, hè, of het kwaad, dat kun je vermijden door bijvoorbeeld je zoontje te verkleden als dochter. Je kunt bijvoorbeeld dat en dat doen. Hè, dus allerlei rituelen om het kwaad af te weren, heeft daarmee te maken. Dan word je niet ziek. Kijk, wij nemen een pil en zij doen allerlei rituelen. Nou, dat is... In een nutshell is het dat, medische antropologie. Ja. En daarnaast heb ik symbolische gedaan. Symbolische antropologie is... Dat is, ja... Dat is niet zo heel makkelijk uit te leggen, maar het is alles wat staat voor iets anders. De symbolen worden geboren vanuit een cultuur. Hè? Dus je moet de cultuur proberen te begrijpen. En een symbool staat voor iets anders. Zoals wij hebben symboliek van touchwood. Oh ja, van afkloppen. Ja. Want, ja. Dus dat is alles wat staat voor iets anders, waardoor je probeert of ziekte af te weren. Er zijn ook heel veel rituelen, symbolen, die men gebruikt om een geboorte te vieren. En waarom gebruikt men dan juist die attributen? Al die attributen die betekenen iets in die cultuur. Dus je moet de cultuur kennen om te begrijpen waarom ze die dingen gebruiken. Soms weten de mensen er zelf niet meer. En dat is ook waar jij een studie over hebt gehad. Ja. Maar interessant, hè? Ja. En mijn vak is dus om te proberen te begrijpen van waarom doen de mensen zoals ze doen. Niks is gek. Alles is dat ook zo? Bepaalde... Is dat ook zo? Niks is gek? Ja. Ik denk dat jij natuurlijk ontzettend veel gezien hebt. En ook heel extreme dingen. Maar je kunt wel zeggen, niks is gek. Omdat er altijd de verhaal of de overtuiging achter zit waarom dat ze dat doen. Ja. De betekenisgeving, dus wat mensen er als betekenis aan willen geven, is nooit gek. Elke cultuur heeft behoefte om de wereld om hem heen te verklaren. He, zij met een godsdienst, symbolen... Wij geven vaak een rationele verklaring. Dat is
één verklaring. Ja, als iemand mensen iets doet of ja, wat dan ook. Ja. Ik heb op het eind van mijn studie moet je een onderzoek doen. Dus toen ben ik een maand of drie naar Egypte gegaan en heb daar mijn onderzoek gedaan. Ik heb gekeken naar, ik heb cursussen bijgewoond van UNICEF en het ministerie van Gezondheidszorg. Want die dachten van, die traditionele vroedvrouw, die hebben we wel nodig op het platteland. Want er is niet voldoende officieel personeel. Er zijn niet voldoende opgeleide vrouwen, vroedvrouwen. Dus we moeten het wel doen met die traditionele. Plus het feit dat de vrouwen in de dorpen, die kiezen daarvoor. Ja. Dus weet je wat we doen? We gaan die vrouwen, die vroedvrouwen, een cursus geven. En dat heeft UNICEF gedaan. Oh. Die heeft een cursus gegeven. En dat is dus, dat heb ik gedaan als afstudeerproject. Project. Om te kijken, heeft zo'n cursus, de manier waarop UNICEF dat geeft, heeft dat invloed op de praktijk van die traditionele vroedvrouwen? Ja. Want zo'n cursus bestaat maar uit 10 dagen, wordt er het een en ander verteld. En die vroedvrouwen die hebben al ervaring voor jaren. En die denken, wij hebben dat geërfd van onze moeders, dus wij weten wel hoe het moet. Ja. En ze zijn onafhankelijk van de westerse artsen of van die mensen van UNICEF. Want de vrouwen uit het dorp, die komen toch wel. Ja. Maar ze hebben misschien wel iets opgestoken van hygiëne of zo. Ja, ze krijgen allemaal een kit. Mooi, zilverkleurig en dan. En ze leren een aantal dingen, onder andere dat het meest belangrijke is die, het doorknippen van, van de navelstreng. Dat wordt doorgesneden met een schilmesje. Echt waar? Snap je? Dat ja. Ze komen van het veld en ze worden geroepen. En daar gebeuren dus de meeste infecties ja. En tetanus. Dat doen ze helemaal niets aan. En dat hebben ze dus wel geleerd. Ja. In Soedan, waar ik als eerste heb gewerkt bij Artsen zonder Grenzen, heb ik dat soortgelijk onderzoek heb ik herhaald. En niet hetzelfde, want de gebruiken, de rituelen en alles is heel anders in Soedan. En er zijn alleen maar traditionele vroedvrouwen. Ja. Ja, maar is dat dan erg? Is het erg dat er een... Er zijn ook vakmensen, denk ik, of niet? Ze zijn zeker vakmensen. Zij hebben dat van hun moeder geërfd. En de vrouwen die geloven daarin. En die staan dichter bij die dorpsvrouwen. Ja. Dan een opgeleide vroedvrouw. Ja. Het nadeel is dat ze dus minder hygiënisch zijn. Okay. En ze wassen hun handen niet en ze gebruiken. Voordat ik mijn onderzoek ging doen in Egypte. Ja. Heb ik geprobeerd om nog een beetje Arabisch te studeren. Oh. Ik dacht, het belangrijkste is dat je de taal spreekt. Of in ieder geval daar iets van begrijpt. Dus toen ben ik naar Alexandrië gegaan, heb ik bij vrouwen gewoond in deze buurt. Dus echt op de vuilnishopen, daar heb ik een maand gewoond. Echt waar? Ja. Om meer te begrijpen van wat die vrouwen bezighoudt. Want ik ging niet alleen naar de vroedvrouw, ik ging ook naar de vrouwen in het dorp. Want ik wilde weten, waarom kiezen jullie voor die traditionele vroedvrouw, terwijl er om de hoek een ziekenhuis is, terwijl er om de hoek een afgestudeerde vroedvrouw is. Ja. En dat betekent voor die bevolking zijn juist de rituelen en de taal die een traditionele vroedvrouw spreekt, is voor hen veel aantrekkelijker dan iemand die westers medisch denkt. Ja. Dat is wel heel mooi te vertellen. Dat is over de symbolische antropologie. Dat de kinderen daar worden pas na 7 dagen, dat zijn eigenlijk de kritische dagen of zo'n kindje gezond blijft. Pas na de 7e dag krijgt zo'n kind een naam en wordt ook het ritueel gedaan. Nou, de kans dat ze gezond blijft, dat ze het overleeft, een jongen en een meisje, dat wordt dan dat wordt gevierd en krijgt zo'n kindje een naam. En dan worden allerlei rituelen gedaan. Dat heet dan een seboer. Hoe heet dat? Seboer. Seboer. Sabar is 7 en seboer is 7e dag. Oké. Okay. En dan komt de vroedvrouw terug en dan worden allerlei symbolen
of noten die zijn om de, voor de gezondheid. En bonen is weer voor, staat weer voor iets anders. En messen worden erbij gelegd en zo. Dus al die dingen is vooral om de boze geesten af te weren. En het kind weer een goede gezondheid en een goede toekomst te wensen. Ja, ja. En dat wordt dus, dan wordt er muziek gemaakt. Dat heet Zarariet. Dan gaan die vrouwen heel hard en heel scherp. Ja. Het is één grote cacofonie van geluid. Dat is ook het geluid dat de vrouwen gebruiken met huwelijken. Dus voor hele bijzondere gebeurtenissen. Zarariet heet dat, vergeet ja, het nooit ja. meer. De, toch is dan de hoofdoorzaak toch de angst. Hè? Bij angst. Zo'n vrouw dat ze denken, ja. Ja, als die rituelen niet uitgevoerd worden, ja. Gebeurt er daar toch iets met mijn kind. Ja, en wat belangrijk is, wij die cursus die gegeven werd... Wat ik dus een onderzoek naar heb gedaan. Die cursus die gegeven werd door westerse artsen en UNICEF. Die hield niet voldoende rekening met hun rituelen. Ja. En zij, die vroedvrouwen, die weten niet wat preventie is. En dan krijg je precies de botsing tussen wat wij als westerlingen denken over preventie. Hè, daar is dus ingeënt worden en dat is allemaal medisch. Ja. En westers medisch. Voor hun was een ritueel net zo'n groot preventiegebeuren als een inenting. Als dit. Het is in feite precies hetzelfde. En je wil de traditionele vroedvrouwen iets leren over preventie, moet je daarop aansluiten. Ja, tuurlijk. Dan moet je zeggen, het feit dat jullie rituelen doen om de kwade geesten af te weren, hebben wij inentingen. Ja. Het woord bacteriën hoef je niet eens te doen, nee. Maar ook andere geesten die we ook niet zien, ja. Die moeten wij ook afweren, want dan worden vrouwen ziek. Dus je moet proberen, dat is mijn vak eigenlijk, om de taal te achterhalen, waardoor je dus nieuwe ideeën, westerse ideeën, kunt integreren ja. in hun praktijk, in ja. hun gedachten. Ja, ik snap het, ja. Want ze hebben bijvoorbeeld nooit hun handen gewassen. De vrouwen in de dorpen, als ze dus ziek worden, ze krijgen tetanus of de kind wordt ziek of zo, die zullen nooit dat een traditionele vroedvrouw kwalijk nemen, omdat die verbinding tussen de oorzaak en gevolg een andere is. Ja. Dat is niet die vroedvrouw die haar handen niet heeft gewassen, nee, dat is een djinn, dat ja. is een geest. Een geest, ja. En, of de jaloezie van de buren die gezien ja. hebben dat ja. ik beviel van een jongen. En ja. een jongen is, dat ja. is het. Ja. Iets anders, hè? Nou, dat ik jou zo hoor en dat jij daarmee bezig bent en een studie van hebt gemaakt, is wat er nou allemaal speelt in deze tijd met aanslagen, vluchtelingen. Daar zit ook heel veel onbegrip, hè? Tussen de westerse wereld. Ze snappen er allemaal niks van, om het zomaar heel kort door de bocht te zeggen. Kun jij daar iets over zeggen? Snap jij dat dan? Snap jij ook waarom dat die klik er niet is? Ik denk dat we heel erg goed moeten stilstaan bij het feit dat de manier waarop wij het doen, onze cultuur, er maar eentje is. Er is maar één manier. En andere mensen uit andere landen met andere culturen hebben een compleet andere logica, manier van denken dan wij. Dus doen de dingen anders. Wij hebben alles ook aangeleerd. Alsof het zo hoort. De vanzelfsprekendheid. Zo moet het, zo doet iedereen het. Door het veel gereisd te hebben, heb ik ontdekt dat de manier waarop wij het doen er maar eentje is. En dat je altijd heel voorzichtig moet zijn met laat ik ze proberen te begrijpen waarom die mensen doen zoals ze doen. Daar zit een logica achter. Als je een paar voorbeelden noemt, is, ik zal maar zeggen, de Indische vrouwen, die weten dat het kind weer door het geboortekanaal naar buiten moet,
die denken, ik stop op een gegeven moment met eten. Want dan wordt dat kind te groot. Dus dat vind ik, dat is een bepaalde logica. Dan zeg je, nou, dat is dom, die stoppen met eten. Nee, dat is een logica bij hen die zeggen van, nou moet je kijken, ik heb zo'n buik. En dan moet er straks uit, ik stop met eten. Hetzelfde is als kinderen diarree hebben. Dat is echt medische antropologie. Diarree, dan is het al waterig en ellendig. Dan ga je een kind geen water meer geven. Want dat komt er al uit. Daar stop je. Dat is het eerste waar je mee stopt. Ja. Dus ja. Dat soort dingen is, als je de vanzelfsprekendheid van onze, vanuit onze cultuur, dan denk je, nou, dat is dom. Maar wij weten dat je juist vocht moet aanvullen om het eens te stoppen. Maar zij denken, nou, dat loopt er gewoon door. Zij hebben dus een compleet ander idee, verklaring voor hoe een mens aan de binnenkant eruit ziet. Ja. Want zo makkelijk is dat niet. Ze denken, als je daarin, dat is net een stokbuis, dus komt er onder weer uit. Dan moet je mee stoppen. En dan drogen kinderen uit. Dus je moet eerst begrijpen hoe andere culturen over bepaalde ziektes denken, hoe ze dat interpreteren, voordat je kunt proberen hen het duidelijk te maken waarom het dan toch moet. Toch moet. Je loopt er zo gauw overheen, hè? Ja. Je denkt dat je heel snel dat dom. Denkt, ja, verdorie, hè? Ja. Huppakee, en wij vliegen als westelingen, de beter-weters, misschien ook wel. Ja. Is het ook zo dat wij kundiger zijn als hun? Of moet je zeggen, nee, wij zijn op een andere manier bezig in het leven? Ik denk niet dat het te maken heeft met slim zijn. Zij hebben een compleet andere logica. In Soedan, daar heb je, dat noem je de ziekte van de hak. Dan is eigenlijk een meningitis, dan wordt die hele nek helemaal stijf. Dan kunnen die mensen niet meer bewegen, dat is heel erg. En waarom heet het daar de ziekte van de hak? Ze proberen dat letterlijk met een hak zo weer soepel te slaan. Sommige mensen overleven dat. En dan denk je van, nou, dat is het laatste wat wij zouden doen. Maar omdat zij niet de begrippenkader hebben en niet die westerse medische modellen hebben, want dat is gewoon ons verklaringsmodel. En zij hebben een compleet ander verklaringsmodel. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook het vak van een antropoloog, een medisch, maar ook een symbolisch antropoloog, die moet proberen te achterhalen door heel lang te observeren, bij die mensen te zijn, kijken hoe ze reageren, waarom komen ze wel daarvoor en niet daarvoor. Om dan te zeggen van, hey, hoe krijgen we dat toch bij hun binnen? Want zij willen net zo goed als wij dat hun kind gezond is en blijft. Ja. En dan moet je, dat is mijn theorie althans, probeer een ingang te vinden bij hun. Probeer het vast te haken. Die vrouwen hebben geen idee van preventie. Dat hebben ze wel. Ze zingen, ze springen, ze doen iets met bonen, ze doen iets. Ze zingen en weet je. Ja, maakt niet uit. Dat is ook preventie. Ja, dat is ook preventie, maar op een andere manier. Ja. Ja. Dus probeer, dat noem ik culturele synoniemen te vinden. Ja. Te vinden in hun leefwereld waar je op in kunt haken en toch een boodschap. Je hoeft niet een ingewikkelde terminologie te gebruiken. Dat was het bijvoorbeeld in de trainingen van UNICEF. Dat vond ik prachtig. Die vroedvrouwen die praten over Beit il Walad. En dat betekent huis van het kind. Prachtig. Hè? Dus een Beit il Walad, dat was de uterus. De baarmoeder. De baarmoeder. Ja. En die artsen die cursus gaven, die vonden het meest belangrijke dat die vrouwen dus ook de westers medische taal gingen spreken. Maar dat doet er niet toe. Nee, maakt niet uit. Ik vond het prachtig. Nou, huis van het kind. Huis van het kind. Laat, ja. Dus wat ik na mijn onderzoek heb gedaan, ben ik gaan puzzelen. Ik zeg, nou, dat is het gedrag van die vroedvrouwen. Alles wat geen enkele consequentie heeft voor nog voor de moeder, nog voor het kind, kunnen we laten zoals het is. Ja. En dat is helemaal goed. En daarin gaan we proberen, zoals het handen wassen, hygiëne. Dat moet je er langzaamaan zien binnen te smokkelen, zeg ik even oneerbiedig. Ja. Of
veel mensen die een project begeleiden. Die komen binnen en die met de beste bedoelingen. Ja. Wij komen je goed doen, maar wel op onze manier. Ja, ja, en dat werkt niet. Nee. Dat is weer gericht vanuit ja. hen. Hè? Het lijkt me ook heel moeilijk om iets te observeren zonder een oordeel. Zonder het in te vullen. Want je gaat heel gauw natuurlijk, als je iets ziet gebeuren daar, dat je denkt, oh, zo moet het toch ja. niet. Dat kan toch niet, wij doen het sowieso, dat we het meteen invullen. Hè? Dat lijkt me dan ook zo moeilijk. Ja. Eigenlijk moet je dan jij in kunnen leven in hun wereld. Ja, of eerst proberen te observeren zonder te oordelen. Zo objectief mogelijk, wat bijna onmogelijk is. Hè? Want je hebt allemaal een bril op vanuit deze cultuur. Ja. En je ziet het, denk, oh, we vuilen, oh, dit. We zijn heel snel daarmee. Maar het echt observeren en proberen je eigen normen, je eigen waarden en wat je vindt opzij te gooien. En te kijken zoals het is, zo clean mogelijk. Dan geeft het ook veel meer informatie. Bijvoorbeeld het introduceren van een pitlatrine. Een? Pitlatrine, dus een toilet, oh, ja, een gat in de grond. Ja. Waarom is dat zo ongelooflijk ingewikkeld? Daar naar de wc gaan, dat is een sociaal gebeuren. Die vrouwen die gaan naar het veld. Dat heb ik ook gedaan in Egypte. Die gaan naar het veld. Dat is hun eerste, hun enige sociale contact onderling. Dus het heeft een sociale functie. Plus dat een toilet, daar kan ook iemand anders met jouw uitwerpselen, magie. Die kan dat gebruiken of misbruiken. Dus het introduceren van een toilet is vaak al heel erg moeilijk voordat mensen denken, ja, dat is nou een handig ding. En het is natuurlijk ook zo, als die vrouwen met z'n allen in zo'n veld kunnen poepen, dan kunnen ze ook eens hun beklak tegen elkaar doen en hun ding vertellen. Hè? Ja. Ja, dat is een soort roddelrubriek. Ja, en het is hun klaaggezang natuurlijk, dat is ook belangrijk. Ja, dus in hoeveel landen heb jij gewoond of gezeten? Nou, ik heb toch wel heel veel volgens mij. Nou, ik heb toen voor mijn afstuderen opdracht, dus die UNICEF training voor traditionele vroedvrouwen, dat heb ik in Egypte gedaan. Bij Artsen zonder Grenzen heb ik gewerkt in Soedan. Nou, dat was niet een vrolijk oord. Ik heb ergens een kaartje van Soedan. Bestaat in El Fasher. Nou, hier, noordelijk Darfur. Er is niks meer over. Dus dit gebied. En waarom is er niks meer van over? Vanwege? Dus al die mensen zijn gevlucht. Dit is één grote oorlogsgebied. En ik zat daar met Artsen zonder Grenzen. Het was een hele club mensen. We waren daar met dik 40 buitenlanders. En we hadden 60 mensen Soedanezen in dienst. Want dat was een laboratorium en dat was een garage om al die auto's te maken enzovoort. Na Soedan heb ik nog even in Djibouti gezeten, in een vluchtelingenkamp. Daar kwamen in die tijd Somalische vluchtelingen. En daar heb ik ook een paar maanden gezeten, projecten geschreven. Toen ben ik uitgenodigd om een onderzoek te doen bij UNDCP. Dat was het United Nations Drug Control Program. Dan vroeg iemand, een antropoloog, die een onderzoek ging doen naar het handel in psychotropics en narcotics, dus in zware medicijnen, op de markt in Senegal en in Côte d'Ivoire. En zo ben ik binnen UN-organisatie gekomen. Okay. Waarom kopen de mensen op die markten? Dat is omdat ze hebben maar geld voor één dag, één medicijn, morgen misschien weer. En ook het geloof dat je weet niet of het helpt. En hoe kan die arts nou weten dat je morgen nog ziek bent? En dat is dus iets wat heel problematisch is in die landen. Dus een kuurtje, zeg maar. Juist. Daar geloven we niet in. Nee, dat is heel moeilijk om dat die mensen uit te leggen. Daar is ook de grootste problematiek in tuberculose is dat de mensen stoppen met hun medicijnen op het moment dat ze zich beter voelen. Ja. Dan denken ze, die arts heeft al gezegd dat ik dat moet slikken voor tig. Maar ik stop ermee, want ik voel me prima. Ja, en dan komen ze terug. Ja. En dan krijg je, het grootste probleem is resistentie van medicijnen. Waar komen deze foto's vandaan?
Vietnam. Okay. Heb ik een onderzoek gedaan. De opdracht was om eens te kijken hoeveel drugsverslaafden er waren in Vietnam. Was je welkom daar? Ja, heel erg welkom. Oké. Okay. En de mensen rookten veel opium, omdat dat nauwelijks of geen gezondheidszorg is. Dus die begonnen met het gebruik en het roken van opium, omdat ze ziek waren. Om de malaria te onderdrukken, om hun koorts naar beneden te krijgen. En als dat niet gebeurde, langzaamaan werd het gebruik, aanvankelijk als medicijn, echt een verslaving. Dus wij zijn heel gauw geneigd om te zeggen, oh, ze zitten aan de drugs. En ja, zijn. Ja, dus het is in heel veel van die verlaten streken, was het gewoon een medicijn en werkte uiteindelijk verslavend. Jee. Die man die rookt de hele dag en de kinderen zitten daarbij. En de residuen van wat er in die pijp vast blijft zitten, die werden opgekocht door mensen die in Hanoi een soort cafés hadden, dat noemen ze opium dens. En er werd opgelost, die restanten van dat opium, dat werd opgelost in grote ketels, werd warm gemaakt. En dan kwamen de heroïne en de opiumverslaafden uit de stad Hanoi, die kwamen dan naar zo'n den, naar zo'n café. En die werden dus door één man met één spuit ingeënt. Oh, dus die kregen eigenlijk gewoon heroïne toe? Ja. Okay. Ja, als je dan één mens hebt die ingeënt wordt, die HIV positief was, dan werd alles in die pot, was dus besmet. En dan kreeg die hele den. Dus zo kreeg je op een gegeven moment een enorme verspreiding van HIV door dit soort praktijken. Het feit dat één iemand... Ja, het had. Iemand had het. En er was één iemand die de spuit had en die spoot dus de hele club. En die gingen weg. Want dan moet je ook de politieke context in oogschouw nemen. De context is heel belangrijk. Daar is het verboden om met een spuit op pad te gaan. Je mag niet. Dus... Oh. Ik heb in de Oekraïne, dat is wel leuk om te vertellen, onderzoek gedaan onder mensen opgeleid om onderzoek te doen onder injecting drug users. Dus mensen die spuiten. Ik begreep er helemaal niets van. Ze vertelde het me niet. Ja, wij spuiten gewoon. Maar dat was voor mij niet genoeg. Dat was een project van Artsen zonder Grenzen. Die deed daar needle exchange. Dus die deelde schone naalden uit. Maar die besmetting, het stegen, dat was enorm. Dus men ging. Dus ik denk, nou, toen werd ik gevraagd aan nog een paar mensen om onderzoek te doen. Dat heb ik gedaan. Dus op een gegeven moment heb ik die mensen die verslaafd waren in een kring om me heen gezet. Ik zeg, nou hier, iedereen een balpen. Dit is jullie spuit. Wat doen jullie nou? Want ze begrepen niet zo goed wat ik dan wilde weten. Ja, wij spuiten gewoon. Dan was het klaar het verhaal. Ja. Ik zeg, nee, er moet iets zijn. Enfin, toen bleek dat er zoveel verschillende manieren waren om besmet te raken met HIV. De politie die had een pot met heroïne staan. Maar je durfde als injection drug users niet met jouw spuit, elk als individu, daar naartoe. Dus dan was er iemand die was heel dapper uit die groep. Die zei, oh, geef mij jullie spuiten maar allemaal. Dan ga ik naar die politieagent, naar die pot. Dan ga ik. En dan kregen ze allemaal een shot. Maar degene die dat lef had om met die spuiten aan naartoe te gaan, die kreeg als beloning van al die spuiten, van die hele kring mensen, ze hadden wel eens 8 of 9, een klein shotje. Dus dan kun je nagaan hoeveel manieren er al waren om besmet te raken. Ja. Dat kon zijn omdat één van die mensen uit die kring besmet was. Ja. Of al in die pot al. Ja. Was besmet. Of diegene die die spuiten had verzameld, wist niemand welke spuit van wie was. Ja, dus kreeg je allemaal weer. Iedereen kreeg zomaar een andere spuit terug. Ja. Dat betekende dus dat Artsen zonder Grenzen, ik ben niet tegen zo'n programma, ik zei, het is heel goed dat jullie contact houden met die drugs users, maar denk niet dat jullie daar dus een oplossing bieden. Nee. Want die spuit, die wordt straks weer opgehaald. Ja. En dan is het verhaal weer hetzelfde. Ja. Juliette, wat ik me nou ook afvraag is, nou vertel jij allemaal over al die volkeren, dat die heel anders in het leven staan, andere denkwijzen. Maar nou, net zoals al die vluchtelingen die nou het land binnenkomen, daar zitten natuurlijk ook schijnbaar
mensen, best wel hooggeschoolde mensen tussen. En wij moeten allemaal wel rekening houden met hun, maar is het ook niet zo, doordat ze toch ook wel wat hersens hebben, om het zo maar te zeggen, die moeten toch ook snappen dat ze in ons land komen met andere rituelen en gebruiken. Kun jij daar iets over vertellen? Denk jij ook dat dat zo is? Ja, ik weet niet, maar dit is ook een filosofische vraag. Ja. Of mensen die opgeleid zijn, zich meer kunnen aanpassen dan mensen die niet opgeleid zijn. Dat is iets waar we wel over na mogen denken. Ja. Hè, het betekent dat je flexibel moet zijn, open moet staan voor. Hè, er zijn ook mensen die hoog opgeleid zijn en weinig ruimte hebben om open te staan voor andere denkwijzen of andere gebruiken of rituelen. Tweede punt is dat we niet mogen vergeten dat in Syrië waren de mensen redelijk westers. Oh, hè, die hebben, zo, ik heb nooit in Syrië gewerkt, okay. Dus dat weet ik niet. Nee. Wat ik denk, wat wel belangrijk is in de aanpassing van die mensen hier, is dat ze hoge verwachtingen hebben. Als je teleurgesteld bent, denk ik dat je minder open staat. Traumatische ervaring hebt, dat wel muren zijn die je om je heen hebt gebouwd. Ik denk dat je altijd als je in een ander land komt, je zou moeten beseffen dat je gast bent. Als je uit vrije wil gaat, op vakantie en zo, dan zie je al dat heel veel toeristen dat nog niet eens doorhebben. Dat ze gast zijn en gewoon met hun eigen gedoe daar zijn. Ja. Hè, bloot en maakt niet uit. Geen rekening houden met culturen of met de waarden en normen van het land waar ze zijn. Ik denk dat de vluchtelingen dat zich wel bewust zijn. Dat denk ik wel. Het Westen staat niet zo heel ver van hen af. Ja. Wat wel is, zie ik beelden op televisie, dat is de gender issue. Dat is de verwachtingen die ze die cultuur hebben ten opzichte van mannen en vrouwen. Ik weet niet meer in welk asielzoekerscentrum, het ging over jonge mannen die weigerden om mee te helpen vegen of afwassen of koken. Dat zit in culturen nogal behoorlijk vastgebakken. In de genen zit het voor. Gender, zo zijn ze opgevoed. En dat gendergebeuren zijn dus, dat is niet zomaar weg door te zeggen van je moet meehelpen. Dat is niet dat ze te beroerd zijn, maar het is nooit hun taak geweest. Zij hebben altijd, in die cultuur is dat privé en het publieke domein veel meer gescheiden dan bij ons. De rol tussen man en vrouw is veel duidelijker dan bij ons. En laten we eerlijk zijn, zo lang zijn de vrouwen in onze westerse wereld ook niet geëmancipeerd. Gaan we maar eens naar Frankrijk, dan zijn de mannen ook niet altijd bereid om vrouwenklussen te doen. Je kunt niet alleen maar veronderstellen dat als we ze in zo'n asielzoekerscentrum hebben, dat ze meteen onze waarden en normen accepteren en ook zo gaan handelen. Ja. Want dat aangeleerd gedrag, dat is bij hun al zo lang. Om dat dan ineens overboord te gooien, dat is heel erg moeilijk. Plus dat ze zitten in hun eigen groepen, denk ik. Ja, ze hebben nog geen contact, wezenlijk contact met. Het accepteren van elkaar moet sowieso van twee kanten komen. Als zij geen respect hebben voor de dingen zoals wij ze doen, en wij niet andersom, dan blijven we toch twee groepen naast elkaar. En zijn we misschien wel vriendelijk, maar nee. En dat heeft met taal te maken, met delen, maar ook aandacht en respect van onze kant uit. Want mijn ervaring is dat in alle landen waar ik ben geweest, dat ik altijd gerespecteerd ben. En dan voel je je al veel veiliger. En dan ben je ook eerder geneigd om je open aan te passen en je open te stellen. Ja. Ja, die religie, dat is een andere zaak. Je kunt je religie behouden zonder dat je de ander vindt. Het valt of
staat met een grote maat van tolerantie van twee kanten uit. Ja. En mijn ervaring is in landen waar de islam meest verspreid was, geen islamitische landen, hè, want dat is iets anders. Mm. Als islamitische landen is waar de sharia is ingevoerd, waarin de wetgeving ook gebaseerd is op de Koran. Okay. En dat is iets anders, en de sharia. Maar dat de mensen zijn erg tolerant en erg bereid om te respecteren en aan te passen en te acculturiëren. Ja. Ik hoor nu steeds meer bewegingen in Nederlandse gemeenten dat ze veronderstellen dat als het kleinschalige opvang, dat dat beter is voor de integratie. Want de integratie tot nu toe is niet echt gelukt. Voor een aantal mensen wel. Om eens te kijken waarom is het voor een aantal mensen wel gelukt. Wat waren de meest belangrijke factoren die daaraan meegeholpen hebben? Het is niet alleen de taal leren, want dan nog kun je elkaar niet begrijpen. Ja. Het is ook de gewoontes en openstaan. Ja, en openstaan, dat klinkt een beetje... Ja, empathisch vermogen, inlevingsvermogen. Waarom doen jullie dit zo? Wij deden dat zo. Ja. Ik kan dat ook eens gaan proberen. Of communiceren met elkaar, natuurlijk ook, hè. Ik denk dat veel mensen bereid zijn om zich aan te passen. En als je niet de kans krijgt om te integreren, trek je je terug. En dan kijk maar naar heel veel Nederlanders in het buitenland. Dat zijn allemaal een soort ghetto's. Ja. Die zoeken toch de mensen waar ze een geschiedenis mee delen en de taal mee kunnen delen. Dus dat is gewoon eigenlijk hetzelfde, maar dan ergens anders. Ja, het is precies hetzelfde. Ja. Wij denken wel dat we anders doen. En dat is niet zo. Mm-hmm. Ik probeer me altijd voor te stellen als ik zou vluchten. Ja. Ja. Ja, is ook. Wat ik heel snel leerde in Egypte en in Soedan, is dat je bent geen individu. Je bent altijd lid van de familie. Ze waren niet geïnteresseerd in mij. Ze waren geïnteresseerd in mijn familie. Oh ja? Ja. En dus ik liet altijd mijn boekjes zien met mijn moeder en mijn broers en mijn zusjes en mijn man. En dat ik ook schropte en dat ik schoonmaakte in de keuken en zo. Dat was voor hun het belangrijkste. Je mocht ook in Egypte, ook niet in Soedan, rechtstreeks aan vrouwen vragen hoe is het met jou? Zoals wij dat doen. Hoe is het met jou? Nee, dat is verboden. Je moest altijd vragen, hoe is het met jouw familie, hoe is het met de kinderen, en met jouw man en de kippen en het huis. En pas daarna kon je vragen hoe het met hen was. Betekende gewoon voor mij iets dat ik... Wij hebben het dus heel erg voor ik en niet zozeer van de familie waar je uitkomt. Dat is overigens ook iets wat met die vluchtelingen van heel belangrijk is. De familie. De familie. En die eenlingen die hier nu zijn, die... zullen, dat moeten we heel goed begrijpen. En zij zullen dat ook van ons begrijpen, hoe fijn het is dat wij hier nog steeds bij onze familie zijn. Maar hier wordt het al steeds minder, hè, de familie. En voor hun de familie zo ontzettend belangrijk is. Daar hangt heel veel van af. Een begrip wat voor ons zo vanzelfsprekend is, is privacy. Privacy in de ruimtelijke zin. Wij trekken ons terug, we hebben onze eigen slaapkamer en dan doen we de deur dicht. En dan zijn we even op onszelf. Dat is in heel veel culturen, heb ik ontdekt, compleet anders. In Egypte bijvoorbeeld, als je terugtrekt, dat doet een Egyptenaar niets, maar goed ook, want in Cairo, daar is het zo druk, daar kun je niet terugtrekken. Nee. Maar dat doen ze ook niet. Als ze zich terugtrekken, houden ze hun mond. Blijven zitten. En als je dus als westerling, toen ik in een flat woonde, in een verpleegsterflat, zat ik op een grote lange gang, deed ik mijn deur dicht omdat ik alleen wilde zijn en mijn gegevens wilde uitwerken. Dat werkt niet. Dan denken ze dat je of ziek bent of heel verdrietig, want in hun beleving wil niemand alleen zijn. Dus dan ging de deur open, werd er gevraagd of ik ziek was. Ik kreeg kinderen op bed. Of een ghettoblaster, ze moesten mij opvrolijken. Ze begrepen niet... waarom iemand zich terugtrekt. Ja. Privacy, dat is een compleet cultureel belevingsbegrip. Maar die hebben daar ook geen behoefte aan? Ik
Nou, dat in de veranderingsproces dat ik langzaamaan heb meegemaakt, komt die behoefte iets meer. Ja, ja. Maar de mensen zijn klein behuisd. Ja. Niemand heeft in feite, kinderen hebben niet hun eigen bed, die vallen gewoon ergens neer en slapen. Het heeft te maken met economie, zal ik maar zeggen, met financiën. Ja. En dat is weer de familie, je deelt meer met elkaar. Ja, je bent niet zoveel eisend allemaal als wij terugtrekken of dus, dit of ja. Privacy en informatie. Toen ik in Vietnam onderzoek deed, dat is een socialistische samenleving. Wij zijn gewend om vragen te blijven stellen. Je krijgt een antwoord en je gaat het vergelijken met een ander antwoord. En dan denk je, hier klopt iets niet. Ik vraag het nog een keer. That's not done. Oké. Okay. Dat is mijn baas heeft dat verteld en zo is het. Ja. Dus het is de hiërarchie en die informatie... Daar mag je niet meer aankomen. Nee, ze gaan niet verder denken. Nee. Dus eigenlijk leven ze ook wel heel basic. Ook in het hoofd. Als je niet verder hoeft te denken en je eigen ideeën gaan kunnen. In de hiërarchie waarin ze werken, dat ging over dat moment ging het over hoeveel drugsverslaafden denk je dat er hier zijn. Ja, ja. En dan had ik cijfers van 1 tot 7 miljoen, zal ik maar zeggen. En dan zei ik, moeten we toch eens even gaan kijken. Wat is nou waar? Nee, dat ze waren niet gewend om aan hun superieuren nog een keer een vraag te stellen. Ja. Ook als dat antwoord van die superieur fout was. Ja, dan liet je dat zo. Ja. Ja. Wat ik me nou ook in één keer afvraag is, als mensen zo zich niet terugtrekken, geen privacy hebben, veel met elkaar doen, families en zo, dan is daar de eenzaamheid, is daar ook niet. Zoals hier. Hier heb je heel veel eenzame mensen. Mensen, oude mensen die eenzaam zijn. Of alleenstaanden die eenzaam zijn. Dat is daar dan niet. Veel minder. Maar ik heb wel gezien dat dat langzaamaan gaat veranderen. Vroeger was extended family. Dat is echt een antropologisch begrip. Dus de familie woonde bij elkaar. Ooms, tantes enzovoort. Ja, en opa's en oma's kwamen nogal. Ja, was hier vroeger ook een beetje. Ja. Of ze woonden in één grote flat. En je kon je kind gewoon even bij je schoonzus poneren. Dan bij oma. Ja. Wij hebben een kinderwagen. Dat vinden ze eigenlijk maar gek. En een wieg. Laten we de kind dan zomaar alleen in een ding. Ja. Maar dat heeft te maken met hun omstandigheden. Dat ze dus gewoon altijd familie om zich heen hebben. Nu wordt dat anders. Hè? Dus die woningnood en het feit dat mensen toch ook zich meer op zichzelf elders gaan wonen. Dus ook mobieler. Je ziet het nu ook in die vluchtelingen die elders vertrekken. Die klagen nu over privacy. Maar die hebben de mensen waar ze mee gekomen zijn ook niet gekozen. Dat is niet allemaal familie. Die familie zit daar. Ja. Ja. Dus dat is die privacy is iets anders binnen de familie dan met vreemden. Ja. Dat is een moeilijk begrip. Juliette, we gaan stoppen met dit gesprek, want ik denk dat we nog heel lang kunnen kwebbelen samen over de mooie verhalen en de vele andere inzichten die je krijgt door een andere kijk op mensen. En culturen, wat ik toch wel heel bijzonder vind. Ik vond het een heel mooi verhaal, heel leerzaam. Ik hoop dat mensen thuis er ook iets aan hebben. Zeker naar hoe het nou gaat hier in Nederland met de vluchtelingen. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit hele mooie gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. The little bit of 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 the little bit